Ik zit hier bij Dinercafé Knus. En naast mij zitten Monique. En Frank. En Bindi. Welkom. Welkom. Dankjewel. Vertel eens, waarom hebben jullie lef? Waarom hebben wij lef? Ja, wij zijn natuurlijk hier begonnen waar toch eigenlijk niemand durfde. En we hebben gewoon de koe bij de horens gepakt. En ook privé en zakelijk alles op zijn kop moeten zetten. Verhuisd natuurlijk met een kind van 1, je eigen woning opgegeven, hier gaan wonen. Zakelijk gezien een pand waar eigenlijk geen bedrijf meer in zat. En dat hebben wij gewoon aangepakt met de eigenaren van dit pand samen. Dit is ons terras. We hebben een overdekte veranda waar je verwarmd kunt zitten met warmtelampen, met een rokershoek. Waar je de hele winter ook gewoon naar behoefte kan roken, warm. Een vuurtafel waar je met gasten omheen kan zitten buiten, het knusse gevoel ervaren. Ja, dit is het restaurant met een aparte serre en een cafégedeelte. Het cafégedeelte staat ook open voor borrels en partijen, recepties, jubilarissen. We hebben de keuken bewust opengemaakt om een open karakter te krijgen. Wat toch wel belangrijk was hier, want mensen kwamen hier niet meer. Dus we wilden per se laten zien, kom maar gerust kijken. En bovendien is het voor ons ook wel leuk, want wij kunnen de gasten zien. En dat geeft toch wel een beetje meer ontspannen sfeer. Dankjewel voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Ja, heel graag gedaan hoor. Ik sta hier bij het bedrijf van Peter Verzijden. Jullie zijn genomineerd. Ja. Vertel, waarom hebben jullie lef? 20 jaar geleden zijn we begonnen met de fysiotherapiepraktijk. Eigenlijk altijd vooruitstrevend geweest, willen groeien, nieuwe dingen willen introduceren. Mm. En eigenlijk de laatste tijd op zoek naar een nieuwe locatie gegaan. En uiteindelijk kwam deze locatie voorbij. En dat was voor mij in ieder geval een unieke kans om ja te zeggen en vol ervoor te willen gaan. Multidisciplinair centrum is de ambitie. Vanuit fysiotherapie gestart. Ja, natuurlijk is het lef als je zegt van ja, ik laat een lopende praktijk achter en ik steek mijn nek weer opnieuw uit. Nou, om een groter pand te gaan bezetten. Maar wel met het idee van daar wil ik naartoe, die visie. Ja, daar heb ik geen twijfel over. Daar gaan we ook gewoon waarmaken. En zoals vaak mensen zeggen, zoals Mark Lammers ook altijd zegt van yes, er is een crisis. En winnaars hebben een plan en verliezers hebben een excuus. Ja. We hebben hier gewoon een moderne praktijk klaar voor de toekomst. En werk hier met 8 therapeuten. We richten ons op orthopedie, sport en allerlei beweegprogramma's. We hebben altijd ambities om dingen te verbeteren en te veranderen. Hierachter hebben we nog 300 vierkante meter liggen. En daar is nu de huur eruit. En daar ben ik eigenlijk nu over nadenken om daar een verdere invulling in te krijgen. Zodat we andere disciplines erin kunnen gaan zetten die eigenlijk ondersteunend zijn. Denk daarbij aan een diëtist, een orthopedisch schoenmaker, een podoloog. Maar ook eventueel een psycholoog. Allerlei dingen eigenlijk die elkaar kunnen ondersteunen. De gedachte is dat bijvoorbeeld een patiënt hier binnenkomt en dat die van verschillende diensten gebruik kan maken. Dat we ook een multidisciplinair overleg kunnen hebben. Mm. En op die manier eigenlijk gewoon een maatwerk kunnen leveren naar de klant. Grote plannen. Altijd, ja. Ik ben hier bij het IJscafé en ik zit hier met Mark Schilder. Hoi Mark. Hoi. Jullie hebben lef, vertel eens. Ik denk dat wij mee mogen doen met de nominatie voor de BOT, omdat we ooit een viszaak gehad hebben en getwijfeld hebben, of eigenlijk wel beter hebben geweten dan dat we dat in de toekomst vol konden blijven houden. En wij zijn veranderd van winkel en wij zijn ijs gaan verkopen. En goede beslissing geweest? Tot nu toe wel, ja. Ja, we hebben nog steeds niet te mopperen. En, we zijn nu met 4,5 jaar bezig, vijfde ijsseizoen en het gaat eigenlijk prima. Ja. En ik zie hier achter me hele lekkere bonbons, die zijn jullie ook aan het verkopen? Ja, wij zijn natuurlijk een seizoensbedrijf en we moeten het hebben van de zomer met het ijs. En dan heb je ook nog een vijftal maanden in de winter en ja, dan moet je ook een oplossing voor zien te vinden. Dus wij proberen dat in combinatie met chocolade en dat gaat ook prima. Ja, de mensen weten het steeds beter te vinden. Ja. Ik hoorde dat er ook kinderfeestjes gegeven werden hier, of tenminste kinderen. Ja, dat doen we nog steeds. Oké, okay. Ja. En wat is daar de bedoeling van dan? Nou, wij geven kinderfeestjes en workshops, ook voor volwassenen. Okay. En dat doen wij in de wintermaanden. En daar komen de kinderen komen hier de verjaardag vieren. Die worden gezellig ontvangen en ze gaan ijs maken. Ze maken chocolaatjes, bonbons. Ze maken chocoladetekeningen. Het is één grote snoep en kookfestijn eigenlijk. Ja. En daar zijn ze lekker een 2,5 uur mee bezig. En ik denk dat er nou zelfs al een paar binnenkomen. Kijk. Ben benieuwd, we gaan kijken. Dankjewel, hè. Dankjewel. Ja. 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 Ja.
Ja, dames, even rustig. Dat is gezellig, jongens. Dat is niet eerlijk. Sorry, dames, even ruim dat je rustig op alle gehoord. Ja, laat, doe je weer mee zo. Hij staat aan. Kijk, lekker. Gaat hij echt aan? Gewoon nog een keer. Ik sta hier bij Tiga Beauty and Spa en naast mij staat... Gemmy. Gem, vertel eens, waarom hebben jullie LEF? LEF heb ik, Josephine, omdat wij een sportcentrum hebben. En daar lang geleden het LEF hadden om de Ark te kopen hier in Boksel, om er iets groots van te maken. En nu, midden in de crisis, heb ik weer LEF gehad om een grote beauty and spa te openen in Boksel. Knap, hoor. Ja. Ja, dat is eigenlijk wel, als we het over het thema LEF hebben, ondernemen is altijd wel LEF. Maar iets nieuws in Boksel, het is er ook niet. Het gaat allemaal om arrangementen, verwennen met je vriendin, met je moeder. Dacht ik, dat is er niet in Boksel, gaan we gewoon doen. En toen werd het, de economie zakt een beetje in. We hebben het toch doorgezet en dat is wel LEF. Ik denk dat dat wel ons LEF is. Nou, de sauna. De sauna hebben we er expres bij genomen, omdat je een arrangement compleet maakt met een sauna. Tweede belangrijke is, kijk, ik heb natuurlijk een sportcentrum en niet iedereen is mooi en dun en slank. En mensen hebben moeite om naar de sauna te gaan. Hier is de sauna dan alleen voor jou. Of voor jou met je vriendinnen. Dat vinden mensen geweldig. En daarna kunnen ze dan heerlijk een lunch nuttigen hier. Wat we weer in samenwerking met een Boksels bedrijf doen. En daarna gaan de dames heerlijk in een gezichtsbehandeling. Ja. Dan komen we nu bij de visspa. Allemaal al wel een beetje bekend, hè? Maar toen we begonnen was het nog heel nieuw. De visjes die aan je knabbelen. En daarna doen we daar gezellig een pedicurebehandeling bij. Dat is echt nieuw in Boksel. Oké. Nou, echt geweldig, Gem. Ja, kei leuk om eens te zien. Ik wens jou heel veel succes. Dankjewel. Ik sta hier bij DM Holland. Hoi. Hallo. En ik spreek met... Frank van Schaik. Waarom hebben jullie LEF? Wij hebben LEF omdat ik vind dat we de laatste tijd, ondanks dat het natuurlijk crisis is in de wereld, veel geïnvesteerd hebben in personeel, ja, machines en andere manieren van productie drijven in Nederland. Dus ja, daar hebben we veel efforts voor gepleegd. En ook met de communicatie voor de marketing, nieuwe website, nieuwsbrieven, nieuwe folders, dat soort dingen om allemaal wat hoger in zoekmachines te geraken. Daar hebben we allemaal heel veel nieuwe efforts voor gepleegd. En ja, dat is de reden waarom ik denk dat we LEF hebben. Want wat maken jullie precies? Wij zijn zelf producent van transportwielen en gaffels. Gaffels zijn de zwenkvorken, het draaiende gedeelte, wat meestal gepaard gaat met wielen. En dan maken we hier in Boksel zelf de specials en het zwaarlast van. Oké. Dus, jullie zitten alleen maar in Boksel? Wij zitten in Boksel en we hebben een verkoopkantoor in Zaandam. Dus daar zitten nog 5 verkopers. We zijn in januari 2007 gefuseerd met een Zaans bedrijf. Nou, inmiddels alle productie- en warehouse-activiteiten naar Boksel gehaald. En daar wel een verkoopkantoor gehouden, omdat we via die positie heel snel in de Randstad zitten. Maar ook over de afsluitdijk in Friesland en Groningen. Dus het is goed verdeeld zo in Nederland. Dankjewel. Graag gedaan. Ik sta bij Helicom Opleidingen en ik sta hier met... Hans van Wetering. En jullie hebben LEF. Ja, dat kun je wel zeggen. Wij hebben LEF. Ik zal je laten zien wat voor opleiding wij hebben. Je ziet hier een landkaart. En die landkaart, daar zitten wij hier op het Hooggebergte. En op het Hooggebergte gaan die leerlingen allerlei dingen leren. En dan gaan ze leren toepassen in Windland of in Waterland of in Zonnerijk. Dit is in één oogopslag de concepten die wij met Green Engineering gaan doen. Een unieke opleiding hier in Nederland, want die bestaat nog nergens. Wij zijn de eerste. En dat is sowieso al LEF hebben om de eerste te zijn in Nederland. Dit gebouw is 25 jaar oud. En je zou het kunnen zeggen van we schrijven het af en we gaan het slopen. Maar Helicon heeft ook gewoon besloten om dit gebouw een soort agrotechnisch centrum van te maken. Ja, weer in die krimpende markt, in die krimpende techniek. Alles is heel vaag, zegt Helicon. Wij zetten gewoon door. We zullen eens even wat kijkje nemen in de laboratoria. Wat gebeurt hier? Nou, we zijn hier in een scheikundelaboratorium waar de leerlingen les krijgen over biodiesel maken en bioethanol maken. Hier zijn we in het algenlokaal en hier gaan de leerlingen dadelijk experimenteren hoe nou we de meeste algen kunnen produceren. Hier gaan ze een hele volledige windmolen assembleren met de elektrotechnische installatie erbij. En die gaan ze ook zelf een klant verzoeken om die te installeren. Dus dit is niet zomaar een fake project, maar het is echt
Ze gaan ook naar buiten een opdrachtgever zoeken. Nou, dit is onze golfkar, die rijdt op houtgas. En dan moeten ze uitzoeken wat voor hout het is, hoeveel CO2 dat hout heeft opgenomen. Hoe lang kun je erop rijden? En is dit een duurzame oplossing? Nou, dit is onze botsauto, waar de leerlingen dus leren om naar elektrotechnische installaties te kijken bij een zonnepaneel en een huisinstallaties. Universiteiten kiezen voor een high-tech voertuig en wij hebben besloten gewoon het aan een botsauto van 70 jaar te koppelen. Ik sta hier bij de taxicentrale De Meijerij uit Liemt en ik sta naast de eigenaar, de heer Jan van Kasteren. En jullie zijn genomineerd. Proficiat, vertel eens, waarom hebben jullie lef? Waarom hebben wij lef? Wij proberen als ondernemer ons te onderscheiden in de markt en proberen iets te ondernemen wat een ander nog niet gedaan heeft in onze markt. Afgelopen jaar zijn we met ons CO2-neutraal taxivervoer begonnen en dat wil dus zeggen dat we proberen een stuk aan het milieu tegemoet te komen, want dat is een belangrijke factor die in de branche speelt. Nou, we hebben de mensen dus allemaal op cursus gezet, dus voor het nieuwe rijden. Want om CO2-neutraal te kunnen rijden, moeten de meeste mensen het behalen in de taxi. Dus het heeft veel met rijgedrag te maken. Het wil niet zeggen dat je langzaam moet rijden, maar je moet vlot opschakelen. Je eigen aan de snelheid houden die dus wettelijk voor staat. Kort schakelen, het motorvermogen onderin gebruiken, wagens uit laten rollen. Dus anticiperen in het verkeer, dus op tijd van het gas af. Dus het scheelt ook in brandstof, dan, dat is dus eigenlijk het principe. We hebben op het moment al 15.000 liter brandstof bespaard vanaf januari. Zo. Met deze actie. Goh. Dus daar zijn we best wel trots op. Nou, kunt u ook eens iets vertellen wat we hier allemaal zien op die beeldschermen? De centralist die heeft zeg maar overzicht over de ritten die besteld zijn door de mensen. Het ritscherm laat zien waar onze auto's eigenlijk allemaal zitten. We krijgen daar elke minuut een signaal van binnen van op welke plek dat die is, om de planning zo optimaal mogelijk te maken en ja, zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Dankjewel. Nou, graag gedaan en ik kijk uit naar 15 november. Tot ziens.